zoals elke vrijdag twee gasten aan tafel. Pia Dijkstra van D66. Goedemorgen. Morgen. En Feyenoord-icoon John de Wolf. Om maar even bij jou te beginnen. Hoe voel je? Teleurgesteld. Ja. De man ging toen naar de zijkant en kreeg toen volgens mij een aansteker op zijn schouder. En nogmaals, het is absoluut niet goed te praten dat men dingen gooit op het veld. En dat wil nog niet zeggen dat wat er daarna gebeurde natuurlijk. Nee, maar wat goed is, te praten. Precies, want dan wordt er wel een banaan op het veld gegooid. Ja, dan heb ik ook wel mijn vraagtekens. En nogmaals, het is niet goed te praten dat er dingen op het veld gegooid worden. Maar nee. Dat hoor je ook, de Italianen hoorden je gisteren zeggen, ja, wij zijn niet alleen schuldig. Maar Amadou, je gaat het niet goed praten, nee, even voor de duidelijkheid. Nee, ik snap de dingen die je zegt, maar laten we het niet goed praten. Nee, ja, gaat men naar de zijkant van het veld en gaat men provoceren naar het publiek? Ja, en nogmaals, ik ga het absoluut niet goed praten. En waardoor daar gelijk van alles en er nog wat op het veld gegooid werd. En toen werd er vanuit het publiek werd er wat gegooid naar hem op zijn schouder. En nogmaals, ik kan het hier niet genoeg zeggen. Ik ga het niet beter maken dan het is en goed praten. Ja. En die man was niet capabel genoeg. En nogmaals, ik kan het niet genoeg zeggen. Ja. Het is niet goed te praten wat er daarna op het veld gegooid werd. En dat valt absoluut niet goed te praten. Okay. Maar het was wel een koekenbakken eerste klas die je gisteravond floot had. Nou, over die koekenbakken gaan we zo meteen verder praten.